De PvdA stelde in de gemeenteraad vragen over de daklozenopvang aan wethouder Martien Lauwers, omdat de sociaaldemocraten daar een paar problemen zien ontstaan. Wat is precies de kern van het probleem? Het tulpenproject Duif, waar 's nachts daklozen worden opgevangen, gaf het signaal af dat ze niet genoeg vrijwilligers meer hadden om de diensten te kunnen draaien. Daarom draaien ze nu met 2 beroepskrachten en dat maakt dat het geld heel snel op is. Dus eigenlijk zouden ze een paar nachten dicht moeten als er niet voldoende vrijwilligers nu binnenkomen. Ja. En welke vragen heeft u daarover gesteld aan de wethouder? We hebben gevraagd of de wethouder kan meedenken om het probleem daar op te lossen. Mm-hmm. En ook op wat ze gaan doen op het moment dat het stoelenproject toch dicht moet. Mm-hmm. Want waar dan de daklozen onderdak gebracht worden. En met welk antwoord kwam de wethouder? Op dit moment hebben zich 6 vrijwilligers aangemeld door alle publiciteit. Dus daar worden gesprekken mee gevoerd. En als die alle 6 worden aangenomen, is het probleem opgelost op dit moment. Maar mocht dat niet zo zijn, dan moeten we gaan kijken hoe de daklozen daadwerkelijk worden opgevangen. En dan had ze nog een aantal voorbeelden om in gesprek te gaan met de Arnhemse Uitdaging. Of met andere organisaties om te kijken of ze daar vrijwilligers vandaan kunnen krijgen. Ze willen het gat in eerste instantie toch weer met vrijwilligers dichten. En dat zou natuurlijk mooi zijn als dat lukt. Maar is nog geen zekerheid. Wat nou als dat niet lukt? Ja, als dat niet lukt, dat betekent dat de Irenzorg, waar nu ook daklozen worden opgevangen, dat die er eigenlijk 20 mensen bij krijgen. Mm-hmm. En zoveel bedden zijn er niet. Dus dan slapen er ook daadwerkelijk mensen op straat. Mm-hmm. En eigenlijk moeten we dat met z'n allen zien te voorkomen. En dat is eigenlijk de kern van uw vraag. Hè? Gaan we dat voorkomen? Heeft u daar nu duidelijkheid over gekregen van de wethouder? Nee, op dit moment nog niet. Want op dit moment zegt ze, ja, die 6 vrijwilligers zijn er. En dan zou het probleem zijn opgelost als die allemaal worden aangenomen. Mm-hmm. Dus we moeten heel goed in de gaten houden hoeveel vrijwilligers er uiteindelijk gaan werken. En wat het voor de komende tijd betekent, zolang die er nog niet zijn. Ben je met me eens dat de situatie dan eigenlijk nog wel best onzeker is? De situatie was in mijn ogen altijd al onzeker, maar ik heb het al vaker aangekaart. Mm-hmm. Maar nu zeker, nu er niet voldoende vrijwilligers zijn, is het zeker een moeilijke zaak. Ja, en dat de wethouder dus ook nog niet aangeeft van wat als het nu op korte termijn niet lukt met die vrijwilligers? Ja, dat maakt het ook ingewikkeld, want ik heb liever dat ze dan een plan hebben voor het geval het niet goed gaat. Ja, maar ze gaan nu eerst kijken of ze het zo kunnen oplossen. Ja. Ja. Maar accepteert u nu het antwoord van de wethouder of gaat u nog vervolgstappen nemen? Nee, nou, wij zijn regelmatig bij de daklozen, dus we houden dit ook in de gaten. En ik heb net aan de stoelenproject gevraagd of ik ook een nacht mag meedraaien. Ik denk, nou, misschien helpt dat, maar kan ik ook eens zien hoe dat daadwerkelijk daar binnen gaat. Dus ik hoop dat we samenwerken en dat we dan tot een goede oplossing komen.